Ik ben over. Je ziet. Pink overgezet. Waterbakken. Overgeblaasd. Wat wil gebeuren? We gaan nu zo aan de 10 minuten naar de koffie. We gaan zien wat de dag voor de rest ons gaat brengen. Zo, we zijn op een stuk. Een steen hier. En dat is voor... Ja, als je dit gaat glad maken, dan heb je dus een probleem. Dan heb je dus die steen er tussen liggen. Dus we zijn gewoon aan het kijken. Ja, voor de steen eigenlijk. Op te zien of er nog wat ligt. Dat kleine stuk, die grote blok, dat moet een keer met de trekker gebeuren. Die laatste schuurt is dit. Nou ja, goed. Het moet maar. Probeer een beetje zien uit de trap. Ja, gooi. Even uitzoeken. Wat zien we? Ik ben de vinger rond. En dan kan nog wel regelmatig. Dat puin komt alleen. Ze waren maandag ook al bezig. De mensen tijdens het controleren, ja, tijdens het groeien, was die machine niet kapot. Ja, dat was logisch, want er lag een grote steen, een grote kei, kwam tegen de machine aan, omdat de machine kapot ging. Dan hoor je zo uitzoek. Nog een steen erin. Zo. Ik had wel beter een t-shirt aan kunnen trekken, maar goed. Laatste zoeken. Ja, goed. Ik neem maar. Kijk, de zand. Die zand. Dat is een steen. Nee, dat is kleiveen. Ja, nog één. Ja, maar je moet niet hebben dat ze aan de zijde zijn en dat een paar van die brok ting aankomt. Nou, die machine is ook nog weer kapot. Kijk,
Je bent allemaal klei. Ja, hier mooi zo. Dit is met allemaal klei. Met gras. Allemaal klei. Klei, 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 klei. En hier ook nog. Zand in combinatie met klei. Dit is aan bovengrondse zand. Hier zie je wel eens zien. Hier zit gras. Spriet nog aan. Borrels. En hier ook mooi zien. Met allemaal gras en graspriet. Hier is dan gewoon zand, bovengrondse zand, hier dan weer prachtig klei. Nou, wat gaat hier meer gebeuren? Hij dacht ook al zien, ligt ook een boy gelaat. En daar ben ik ook al mee bezig, verder dan de... Bij mij is nog gaat. Vlak. Door ligt een mooi vlak. Door ligt ook een mooi vlak. We hebben eigenlijk gewoon weer eens een hol werken. Ik ben nu aan het, glad strijken. Dat moet hier ook nog een keer gebeuren. Maar... Hier is hem alles uitzoek. Of er geen stenen tussen liggen. Ja, moet gewoon gebeuren. We zijn nu op het land bezig. We gaan uitkijken, want er staat stroom op. En we moeten, als we een strook niet doorleggen, waar mijn vinger naartoe wees, die moeten we ophalen. Dan moet ik eerst hem dat draad los trekken. Ja, we hebben er allemaal niet voor. Dan zet ik de camera gewoon in. Hierop. Zo. Dan ga ik hem het draad hem overspannen. Cameraatje en beetje draaien natuurlijk. Zo. Dan gaan we gewoon de draad losmaken. Kijk, want er staat stroom op.
En dan gaan we nu naar de stronk toe. En ben je die nerd hier? Ja. Ik rijd nog wel hier over het land heen, maar dat moet, anders kan ik hem niet meeslepen. En weet wat kloot is, ik heb nou de trekker niet bij me. En wat krijg je als jij met de kwart hier het land op moet rijden om die stammen op te halen? Juist, dan krijg je sporen erin. Op zich, ja, ik weet dat het nat is, maar ik had liever toch de trekker hebben meegenomen. Ja, ze trekken wat gebruiken om te maaien, ja, dan kan ik ook niks doen. Dus. Ja, ach. Het leven gaat gewoon door en ook al is het modderige bende hier. Het maakt mij geen donder uit, het werk moet gewoon doorgaan. Maar ja. Ik gooi hem. Die stammen erop leggen. En gelukkig hebben we 4x4 aan, want als ik de 4x4 niet aan had, dan was ik daar niet overheen gekomen. Dan ga ik op dan. Of heb ik hem al druk getrokken? Ja, zit er. Dus ja, we gaan nu die boomstammen eventjes erin laden. En dan gaan we terug. Ik weet niet of er nog meer boomstammetjes liggen. Nee. Hier stond dus eerst de pink met de stier. Deze pink ben naar het andere bedrijfgedeelte gegaan. En dat land daar, en daar hebben wij een keer lopen wij de sleep. En daar loopt nou de stier bij met de pinken. Dus daar kan hij nu zijn slag slaan. Dit is nog een vrij jonge pink, dus die zal niet zo snel wat aan doen. Maar je moet altijd blijven opletten of bij de jonge stier. Ja, daar moet je dus altijd even mee oppassen. Hè. Stieren, daar moet je altijd mee uitkijken. Al bent ze jong, kijk altijd alsjeblieft uit. En ga vooral niet het land in als je niet weet of daar een stier bij loopt. Maar loopt daar een stier bij, dan garandeer ik je geen succes. En ze zeggen wel eens, binnen 10 seconden moet je aan de overkant wezen. Dat haal je niet, want een stier heeft maar 1 seconde nodig om achter je aan te gaan. Dus mijn tip, blijf vooral om je heen kijken. Vooral als een stier ergens rondloopt hier, kijk echt vooral goed uit. Want ja, je wil niet een stier achter je aan hebben. Ik heb gelukkig zelf nog nooit meegemaakt dat een stier achter me aankwam. Maar het kan gebeuren, dus je moet altijd blijven opletten. En zorgen dat, ja, is de stroom, staat de stroom erop, jij springt er gewoon onderdoor, ja. Dan krijg je maar even een tik. Maar kijk alsjeblieft altijd, oh, dat is een goede tip, ga niet zomaar het land op. Want als de stier er loopt, en hij heeft de kop verkeerd, dan heeft de kop goed verkeerd. Maar ik ga nou de stronk opladen. Ja, nou heb ik even de telefoon bij de hand. Ik heb de camera even niet bij de hand, maar goed. Het was een drukke werkdag. Ik ben begonnen met niet boeren, maar als boeren nog wel even bezig met afgrassen. Of met hoe is dat? Snoeien en overhead verwijden. Daarna zijn we de koffie drinken naar land weer. En daar hebben we alles neergezet, afgrassen. Daar is een beetje. En daarna zijn we bezig met het bouwland, of ja, het land wat gezegd gaat worden. En ja, daarna na het afrasteren zijn we even wat wezen uitgraven, wat putjes. Want ja, die waren een beetje verstappen, we moeten wel een beetje doorstroming krijgen. En na de pauze ben ik hout gaan wezen halen. Nou, dat staat dus wel op camera. Dus
En zo is de werkdag alweer bijna voorbij. We gaan straks nog beginnen met voeren en na het voeren dan gaan we naar huis. Ja, dat is een kleine vlog, maar goed, we doen er ook niets aan. Helaas, ik zal volgende keer iets langer een vlog maken. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar de vlog. Vond je hem leuk, duimpje omhoog, abonneer je op mijn kanaal. En dan zijn we tot de volgende week vrijdag weer. Want dan gaan we weer een vlogje maken. Achter mij de tent uiteraard, mooi uitzicht. Nogmaals bedankt voor het kijken, een duimpje omhoog als je hem leuk vindt. Abonneer hem hieronder. En deel de video ook eventjes. En ik zou zeggen, goed weekend en wel uitkijken.